Hallo allemaal en wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Star Stable video. Ik ben een beetje hees, ik ben een beetje moe en ik ben zo verkouden als de hel. Maar dat houdt me niet tegen om nu even een videootje te maken, want hè, ik moet toch wat. De laatste video was alweer een tijdje geleden. Er zijn ondertussen alweer twee nieuwe updates uitgekomen, geloof ik. Of wat meer, ik heb geen idee. Ik heb, ja. Afgelopen paar weken terug, ik weet niet wanneer dat was, maar wanneer was het nou? Eind februari, geloof ik, is er een nieuwe missie, zijn er nieuwe missies uitgekomen. Het dagboek van Catherine. Ik kan die missies helaas nog niet spelen op dit account, want ik ben pas level 16. En ik heb nog niet heel veel Soul Rider quest gedaan. Dus ik kan die missies helaas niet doen, dus dat gaan we ook niet doen. In diezelfde update zijn er missies bijgewerkt. Dus als het goed is, zijn nu waar de Soul Riders eerst oud uitzagen, zijn ze nu weer helemaal bijgewerkt naar de vernieuwde versies van de meiden en de paarden. Training van de Zonnekrie is weg. Missies zijn aangepast. In het missielogboek zie je nu echt duidelijk welke voor de hoofdmissies zijn. En wat de zijmissies zijn. Nou, de laatste video hadden we natuurlijk gewoon hier twee missies staan, geloof ik. En de missies, dat het token, weet ik veel wat. Maar we hadden er echt niet zoveel. Wat erbij stond is ook. Ja, sorry, mijn stem gaat echt steeds verder weg. Ik moet echt rustig aandoen, maar ik ben zo eigenwijs als de pest. Maar we gaan gewoon even lekker rustig aan door de updates heen. Want ik wilde dit eigenlijk gewoon even laten zien. Want ik kan nu naar de Gouden Heuvelvallei. En hiervoor was het eigenlijk. Want ik heb die missie Techno had ik vorige keer gekregen. En op dat moment kom je eigenlijk veel dichter bij de Gouden Heuvelvallei. En nu hebben ze het zo aangepast dat ik gewoon nu al naar de Gouden Heuvelvallei kan zonder die zijmissies te doen. En dat is aan de ene kant echt helemaal geweldig. Want jee. Maar aan de andere kant, ai, ik was er bijna. Maar dat scheelt ook weer. En nu kunnen we eigenlijk gewoon gelijk doorgaan met de hoofdmissies. Dus dat is al hartstikke fijn. Vanaf level 12 hebben we nu toegang tot de Gouden Heuvelvallei. Wel de voorwaarden aangepast. Dus je krijgt toegang van level 12. Mits je al eerder de geheime steenkring hebt bezocht. Ik krijg steeds meer hoofdpijn nu ik aan het lezen ben. De reputatiegroepen van de hoeders van Eidien verwijderd. Dat is op zich best wel fijn. Dat kunnen jullie niet hier zien, want volgens mij heb ik alleen beschermers van Eidien. Dan heb je de Zonnekring en de Maankring en dan weet ik veel wat. Dat waren geloof ik ook al 6000 missies. Nou, ze hebben ondertussen bugs opgelost en de afgelopen paar updates zijn er weer allemaal dingetjes. Varahai is terug. Aan het begin van het spel heb je nu een missie waar je gelijk Alex en Linda en Alex ontmoet, geloof ik. Er komen Soul Rider quests aan en ik heb geen idee of ze er al zijn als je dit opneemt. Wat ik wel weet is dat ik echt minder moet gaan praten op dit moment. Oh, lelijk. Minder moet gaan praten op dit moment. Maar we gaan naar het raadslid in Silverglade. Denk ik. Gaan we ergens anders heen? Ik heb geen idee. Er zijn zoveel missies. Dat is van Erik. Daar waren we vorige keer mee bezig. Fort Pinta Beheerder. Ik weet niet wat dat is. Aan iets nieuws beginnen. Volgens mij helpen we dan Andy met zijn kiphok. Gretchen wordt vermist. Zie je, Gretchen wordt vermist en Techno. Dus we kregen de Gouden Heuvelvallei al. Iets met spoken. Conrad wil ons hoefijzers geven. Maar we gaan gewoon lekker met de hoofdmissies verder. En ik word echt steeds heeser. En ik krijg een steeds gekkere stem. Dus het spijt me allemaal. Zoals ik in de vorige video heb laten weten, heb ik even kijken hoor. 24 februari een lelijke val gemaakt. Ik was op werk en ik hielp een klant. En toen ben ik uitgegleden. Ik ben terechtgekomen op mijn zij. Dus mijn heup. Die was bont en blauw.
En mijn elleboog die deed super veel pijn. En met mijn hand, mijn schouder of de doos die ik aan het tillen ben ik tegen mijn hoofd aangestoten. En mijn hoofd heeft een aardige klap gehad. Daardoor heb ik een lichte hersenschudding opgelopen. En ik heb de laatste tijd helemaal niet zo goed gerust. Wintergeest, jongens. Nee. Ik heb heel weinig gerust de afgelopen weken. Want. Oh. Nee. Ja, met rust. Die moest ik hebben. Ja. En de afgelopen weken had ik eigenlijk moeten rusten, maar dat is niet echt goed gegaan. De donderdag erop, dus dat is geloof ik 28 februari. En zondag was het 1 maart. 28 februari, zo. Anyway, in diezelfde week is de kat van mijn oma van de vensterbank afgevallen. Hier, kijk, zie je, die is helemaal vernield. Oké, okay, dat En de kat van mijn oma is van de vensterbank afgevallen. Waardoor, er is een lelijk ongelukje gebeurd. En hij heeft zijn poot gebroken. Hij had zijn poot gebroken. Zijn pootje die is op een hele verkeerde plek gebroken. Waardoor we hem niet konden spalken. En eigenlijk de twee opties waren. Om hem te laten opereren aan zijn pootje. Om een pen of een blaad erin te zetten. Of de keuze voor amputatie. Aangezien zijn leeftijd en de herstel hebben wij daar heel veel wikken en wegen. Echt, we hebben er hele nacht over nagedacht. We hebben gehuild. We hebben, weet ik veel wat. Het was echt erg. Maar na lang wikken en wegen hebben we besloten om zijn pootje te amputeren. Dus de dag erna, 's ochtends hadden we gebeld en we konden hem gelijk brengen. Toen is hij geopereerd op donderdagochtend. Hij was woensdagavond gevallen. Dus dat is dan de 26e. Donderdagochtend is hij geopereerd, de 27e. En de hechtingen kunnen er bijna uit. En dat is echt goed. En dat is echt heel fijn. Want hoe heet dat? Ik hoor ook geen geluid van mijn spel. Ik ben wel aan het opnemen, gelukkig. Nou, het is heel fijn dat zijn hechtingen eruit gaan. Want het is echt een ramp geweest de afgelopen tijd. Hij wilde de hele tijd die kap af. En hij heeft heel, heel lang in zijn bench gezeten. Dat vond hij ook helemaal niet fijn. Maar ja, het moest. Want het is natuurlijk. Het is de kat van mijn oma, dus hij is ook bij mijn oma thuis. En mijn oma is oud. Dus ja, wij hebben met stress gezeten. We hebben eigenlijk elk vrije moment, mijn moeder en ik, bij mijn oma gezeten. Mijn ouders zijn nu ook terug, want mijn ouders die wonen in het buitenland. Maar nu zijn ze dan weer even teruggekomen. En dat is heel fijn, want ik heb ook een beetje zorg nodig. Ik ben echt. Ik ben zo moe. En ik heb ook echt totaal mijn rust niet gepakt. Wat je dus gewoon moet doen met een hersenschudding. Maar met die kat en alles. Ja, het was niet fijn, zeg maar. Jeetje, jongens, wat veel missies. Ja, eigenlijk niet, maar ja. Oké. Dus ja, jongens, mochten jullie ooit een hersenschudding krijgen, blijf lekker in je bed liggen. Ga geen gekke dingen doen. Ja, natuurlijk is alleen in je bed liggen ook niet goed, maar. Ja. Hè. Ik ben ondertussen al bijna 2 weken verder. Of 2, 3 weken. En ik ben nog steeds zo suf als ik weet niet wat. Waar gaan we heen? Stiefsmoederij. No. Sloop mijn microfoon.
ben ook de hele tijd misselijk als ik weet niet wat. Maar ja. Wat doen we eraan, hè? Ik kan helaas niet over mijn nek, want zo misselijk ben ik niet. Nou, ik ben wel zo misselijk dat ik over mijn nek wil, maar. Oh, hey, dat is telkens een plekje. Ja, dat komt zo wel. Laten we zeggen, het gevoel dat je hebt als je misselijk bent met een hersenschudding. Je wilt permanent over je nek. En het lijkt alsof je een hele taart naar binnen hebt gewerkt. Wat je dus eigenlijk niet had moeten doen. Maar toch gedaan hebt. Zoiets. Zo'n permanente misselijkheid heb ik. En ik moet gewoon rustig aan doen, dat doe ik niet. Kijk, ik ben nu ook alweer een filmpje aan het opnemen. Wat eigenlijk helemaal niet goed is. Maar ik ben eigenwijs. Vandaar dat ik ook een beetje sloom aan het praten ben. Jongens, nee. Oh. Ik kan wel merken dat ik al heel lang niet meer heel lang heb gepraat. Ik wil iedereen ook bedanken voor de beterschapsmeldingen. Wacht. Nee. Ik moet niet met jou praten, ga weg. Dat is een hele andere missie. Dat komt later wel. Wat een geweldige foto van een geschilderde sleutel. Ja, vond ik nou ook. Hoi Felix. Ik weet trouwens niet, als jullie dit kijken, hoe het zit met het coronavirus. Ik denk dat ik hem sowieso pas na een tijdje upload. Maar op dit moment is het nog steeds een hype. Dus nu geloof ik ergens midden maart of zo, buiten de 15e. Welke dag is vandaag? Geen idee. Ik ben moe. Op het moment dat ik het opneem, is het wel een hype, inderdaad. Ik weet niet of we er al vanaf zijn als de video online komt. Of dat ik dood ben. Nee, waarschijnlijk niet. Maar. Oké, wil je die ook voor je hoefijzers hebben toevallig? Eigenlijk niet. Hier, spookerts. Oh, dat is weer helemaal ergens anders. Ja, laat maar zitten dan. Kan ik dit verwijderen? Nee. Nou ja, dan laat ik hem lekker staan. Waarom kan ik dit niet weer uitzetten? Ik wil die missie niet doen. Ik wil alleen maar naar de Damascus mijn. Ik denk misschien kunnen we dat hier doen. Maar niet dus. Ik heb een druïde setje gekocht. Daarom zijn we starcoins op. Ik wou zeggen, is dit een pinda? Het is geen pinda. Het lijkt op een pinda. Ik denk dat ik zo wel moet stoppen met opnemen, want ik ben echt moe. Spannend. Wat is er met me aan de hand? Glitch. Oh ja. Oh ja. Welk aanbeeld? Oh, dat aanbeeld.
Gaat lekker. I want to break free. Zijn we klaar? Nee, oké. Okay. Dat is echt super gaaf dit. Alles gaat verkeerd. Op je hand, zo, boom. Zijn we klaar? Duurt lang. Jezus. Zo maak je geen sleutel hoor. Zijn we eindelijk klaar? Nee, natuurlijk niet. Ik zweer het je als ik. Alle freaking hell. Zo, goedemorgen. De sleutel van de stad is klaar. Nou ja, gelukkig maar, want we zijn al een kwartier bezig. En ik ben moe. Jongens en meisjes, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Het was niet zo enthousiast als normaal. Maar jullie moeten het er maar mee doen. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Druk op abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doeg!